Het is een combinatie van pols, heupen, concentratie en brains. Brains? Staat op de green bij het 17e hole. Het is live op televisie en er zit $500,000 in de pot. $500,000? Ja, nu? Ja. Zullen we maar beginnen dan? Wie zit er nou zo'n thuis bij die paal? Auw! Hé, hey, je bent hartstikke laat, man. Ja. Hier, vlug aantrekken. Auw. We hadden al half uur geleden op het bureau Wilkenstein moeten zijn. Op met dat lawaai, Harry! Geen achtervolging, neem sodemieter! Hé, klinkt in ieder geval goed. Ja, klinkt godsamme. Ja, dat moet je nou eens luisteren. Het is mijn idee niet, hoor. Deze nee. Nee. Dus als ik het naartoe doe, dan wil ik er wel een beetje lol van hebben. Oh, en dat is jouw idee van lol? Ja, lawaai! Je moet me ook een beetje inleven in zo'n rol. Oh ja. Ja. Lawaai! Ja. Lawaai is lol! Anders bijt hij echt nooit! Ze hebben het oor van die man ertoe weer aangeleid! Ja. Nou, mevrouwtje, het lijkt me verstandiger als u in het vervolg toch die hond aan de lijn houdt, hè? Goed dat je er bent van meegegaan, ga jij eens kijken, hè? Ik word gek van die Ben Visser. Ik ben alweer op weer eens. Morgen weer eens. Morgen. Zeg, het is 18 over 3, wat bij mijn thee. Dat is hier geen hotel, Ben. Nee, kom. Zeg, ken jij de reglement niet? Ik heb recht om 3 uur op thee. En ik wil thee met 2 klontjes en een wolkje melk. En nu meteen. Ben, kom op, eruit. Hup, Ben, eruit. Waar naartoe? Kom op, dat weet je heel goed waar naartoe. Hé, hey, daar ben ik helemaal niet rijp voor, hoor. Ja. Ik sta niet voor mezelf in. Nou. Hé, hey, weet je wat jij bent? Nou. Jij bent een heel matig agent. Vergeten jullie niet dat jullie over 10 minuten basisgevechtstraining hebben. Oh ja, basisgevechtstraining. Dus een hard brief, dat was ik bijna vergeten. Ja. Wijst hij naar mij? Volgens mij wijst hij naar jou, ja. Ben je dat zeker? Ik heb sterk de indruk. Zeg. Succes. Hè? Sterk ermee. Ik dacht, aanval is de beste verdediging. Ja. Ziezo, is me dat sjouwen? Waar zijn die twee? Kom je aangifte doen, Ben? Nee, ja, deze heb ik vers gestolen, zeg maar gejat. Hé, Ben, voor zo'n eenvoudig tv'tje ga jij de cel niet in, kom nou. Men, een eenvoudig tv'tje? Ja. Dit is het allernieuwste model. Die loopt op chips, 1200 lijnen, digitaal geluid, afstand, alles heeft die. Nou mannen, cel 1 of cel 2? Ben, neem dat ding mee en ga wieberen. Schiet op. Doe nou toch eens gewoon je werk, man. Ik heb het toch recht om stop in de cel. Alsjeblieft jongens, sluit me gewoon op. Ben, het is te weinig. Een tv is niet genoeg. Nee. Is gewoon niet genoeg. Is toch niks? Is het niet genoeg, een tv niet genoeg? Nee, een tv is niet genoeg. Oké, goed. Oké, ga. Oké. Maar kijk niet daarop als ik terugkom. Kijk niet naar op wat ik meeneem, hè? Oké, jullie horen van me. Let op, denk erom. Ja, zou de mieter nou maar op. Die jongens die hebben nog genoeg te doen. Ook nog een ME.
Harry, ook nog een ME. Elke agent moet ook ME-dienst, jongen. Politie sowieso is toch al genoeg, man? Nee. We moeten het toch realistisch maken. Je moet alle situaties moet je onderzoeken, Harry. Ja. Over 5 minuten ontruimen wij perceel 16. Er zitten daar 45 krakers. Op teken stormen wij naar binnen en vegen wij de tent leeg. Commandant, wat is precies het teken? Een knipoog. Dat is toch geen manier van doen, zeg. Wat denken ze wel, die twee? Wat kan ik daar nou aan doen? Ik heb helemaal niets van ze gehoord. En we hadden afgesproken dat ik deze week zou horen of ze in het nudistenkamp zouden komen filmen. Ja of nee? Daar kan nog niet eens een telefoontje vanaf. Zeg, mevrouw Mulder, tegen mij hoeft u dus niet zo'n toon aan te slaan, hoor. Die twee die beseffen gewoon niet hoe belangrijk die publiciteit is voor het nudisme in Nederland. Brand! Wat zitten jullie nou te gluren? Heb ik soms iets voor jullie aan? Hé, jongens, glij even door. Minstens een jaar. Minstens een jaar. Ik heb jullie pakken niet mee, hoor. De aardappeleters. Van Gogh, een echte Van Gogh. Ik heb ze te glazen in de pen. De aardappeleters. Minstens de aardappeleters. Kan toch niet? Kan toch gewoon niet? Het ziet een kind. Je weet dat ik niet kan zwemmen, dat weet je. Hadden ze niets anders? Nee. Dit was het enige wat ze hadden? Ja, het was of dit, of een rubberen krokodil. Oh, toen dacht jij, dan neem ik deze maar, want dan loop ik niet voor joker. Hè? Nee, mijn schuld zeker weer. Nee, is de mijne hoor. Nee, is mijn schuld. 10 keer gezegd dat ik niet kan zwemmen, dan is het toch duidelijk? Maar wij moeten het water op nu, om die waanzinnige waterskier te arresteren. Ja. En waar is ons gezag dan? Ja, we krijgen de hele week krijgen wel klachten van die waanzinnige waterskier. Nee, ik heb er nu 2 mannetjes op gezet, hoor. Jezus. Je zit hem te verzuipen, hoor. Ja. Nou, nee, sterker nog, je hebt hem al verzopen. Nee, zeker mijn schuld weer. Je zit toch te choken? Nee, ik zit helemaal niet te choken, man. Ik zie je choken. Je moet niet choken. Zometeen komt die waanzinnige langs en dan zijn we nergens. Jezus. Wat is hem? Wat is hem? Start hem dan kunnen we wachten naast. Zeg, waar blijven die twee? Die zijn bezig met opsporingswerk. Trouwens, wat moet je van ze? Ja, wat denk je? Jij arresteert me niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat wist je al een jaar of 8, hè? Nou, op die 2 kan ik nu rekenen. Die sluiten me zeker op. Ik zie je toevallig al 3 kwartier met een bloedechte Van Gogh. Hé, hoor je me? Van Gogh. Moet jij proberen die uit te... Hey, als jij dit leuk vindt, dan hebben wij een stik menings verschil, hoor. Zeg, je moet trouwens mevrouw Mulder nog bellen. Jongen, maar dit wordt het wel, hoor. Ja. Dit is toch nog verreweg het beste uitgangspunt voor de komische serie. Er komt ie in. Start de motor nou. Start. Koppie. Koppie. Nee. Zeg, Briggs. Hoeveel heeft die knakker eigenlijk gekregen die in die Rembrandt heeft zitten snijden? Weet ik veel, S5 geloof ik. Oh, dus ik schiet er niks mee op als ik nou met dit aardappelmesje deze Van Gogh een beetje geschillen. Nou ja, je kan dat doen, maar ik denk niet dat het veel zin heeft. Dat is toch een schande? In wat voor land leven we eigenlijk tegenwoordig? Dat is toch niet normaal? En als die daalt, dan grijpen we. Zo is het. Ja, arresteer hem. Zo. Klopt is. Soms denk ik er echt over na om een jurk te kopen. En te stoppen met alles. Niemand
van Mulder. Zo, nou, we hebben hem. Het was even werken, Brinkers. Maar we hebben hem te pakken, hoor. Hallo, hallo. Hoe is hij? Hoe is hij? Hey. Zo, Ben, zelf geschilderd? Nee. Dat is een Van Gogh, die heb ik vers gestolen. Dus, nou ken ik de cel in. Hahaha, die Ben. De cel in. Nou, kom ze. Wat hebben die mensen toen gehad? Die hadden 3 Van Goghs. Die hebben gewoon... Dweilen. 2 weken in een bejaardenhuis gedweild, Ben. Hebba. Vervangende straf. Hebba. Ik moet geen vervangende straf. Ik moet de cel in. Want ik zit hier dus wel met de aardappeleters, hoor. Hé, hey, weet je wat het betekent? De aardappeleters. Ben, draag je verlies als een man en breng dat ding gewoon terug. Hé, hey, Briggers. In welke cel moet hij? 8 is leeg. Nummer 8. Kom heen. Hij wil! Dat is toch discriminatie? Wat heb jij nog gedaan dat hij er wel in mag en ik niet? Hij is waanzinnig, Ben. Ik heb me er zo op verheugd. Ik heb er helemaal naartoe geleefd. Zeg, Briggers, waar zijn we hier net toch mee bezig? Ik sta hier toch nog met een meesterwerk? Het is toch beneden alle pijl ook dit hier. Het weer een beetje, mevrouw Mulder. Ja hoor, ja. Ja kijk, de mensen snappen gewoon niet wat het nudisme voor iemand kan betekenen, hè? Kind, jij zou het ook eens moeten proberen. Dat is zo goed voor je. Oh, dat doe ik al jaren. Ik lig altijd topless op het strand. Maar dat heeft niets met het nudisme te maken. Topless vinden wij heel ordinair. Het is anders wel bloot. Weet je wat topless is? Topless is bloot met een broekje. Nee, hè? Denk op een goede taart. Ja,
jij weet heel zeker, hè, dat we hier niet opvallen. Hai, we zijn undercover. We zijn vermomd. Natuurlijk vallen we niet op, man. Oké, dan vallen we niet op. Nee, we vallen niet op. Want we hebben een tip gehad. Ja. Dat er hier gegokt zou worden. Ja, illegaal. Illegaal. Links en rechts gekeken, maar dan wordt hier niet illegaal gegokt. Nee, dat doen ze toch niet in de keuken, jongen. Nee, waar doen ze dat dan wel? In het hol. Ja. Ja. Hey. Wat? Hey. Ja? Hoor je dat? Ja. Hoor je dat? Hier zou zo'n geheime deur kunnen zitten. Volgens mijn tipgevers zit er hier in de buurt ergens een geheime deur. Ja, zie je wel. Het zou daar kunnen zitten, hoor. Ja. Moet je horen, Arie? De Chinezen tikken tegen de muur. Verdomme nog een toe. Houd er eens mee op. Hoor je dat? Dat is een code. Ik hoor hier een code. Er zit wat achter hier, dat is zeker. Zij denken? Ja, natuurlijk. Daar word je toch gek van? Ze gaan er gewoon mee door. Oh. Wacht maar, rustig. Ik ga er wel even naartoe. Ja, dus ik ben vlak achter je. En ik hou niet in de gaten, hoor. En reken er maar van dat je meteen lek maakt. Want ik rook al 5 jaar niet meer en ik ben dus absoluut niet stressbestendig ook, hè. Even een keer de beweging en... Wat geef jij nou weer, Ben? Heb je stond niet over? Ik ben levensgevaarlijk, hoor. Ik heb een man onder schot. Alsjeblieft niet zo vervelend, Ben. Vervelend. Die man is een misdadiger. Die hoort achter slot en grendel. Nou, hoor je het ook eens met een ander, Briggers. En ik zal maar heel vlug maatregelen nemen, want... Ik sta knappen. Mijn geduld begint heel erg op te raken. Stilstaan, hoor. Ademen mag, maar verder ook niks. We zijn die twee. Hey, adem mee op, mafkees. Met dat... Ja, mijn gokhal. Ach, ben je niet goed bij je kokosnoot? Ga, mijn gokhal. Ik wou niet zelf, man. Ik word knettergek van de getik van je. Sorry, schat er een keertje mee uit. Sorry. Hey, uitscheiden, hè. Ja. Uitscheiden. Ja, sorry. Nou, heb ik het weer, weet je wel. Keer te tipt. Hey, kom op! Hierheen! Kom op, man! Kom op, hallo! We zijn niet op het spoor, hoor, ik weet het zeker. Mày, Chinese roulette. Ze spelen je Chinese roulette. Wat is dat? Nou, die tafel die gaat draaien. Er zit een man op met een zwaard. Ja. En als die man tegenover jou tot stilstand komt, ja, pak je kop eraf. Waarom arresteren ze het dan niet? Omdat we ze op hete moeten trappen, anders heeft het geen bewijskracht. Nou ja. Dus we moeten spelen, anders kunnen we ze niet arresteren. En wie speelt er dan? Wat denk je? Ga maar gauw zitten. Ja. En wanneer arresteren we dan? De knipoog is afgelopen. Oké. Okay. Dus ik knipoog, wij arresteren. Duidelijk? Ik geef een goed. Stil. Niet slaan jij, je staat onder arrest. Oh! Ha ha ha!
Volkomen geschift, hè? Oefen jij voor het nudisme vast? Nee, waarom knipoogde jij nou? Ik knipoogde om jou te beduiden dat je daar weg moest wezen. Ja, nee, we zouden ze toch arresteren? Dat hadden we afgesproken. Arresteren? Ja. Ik ben geen smeris. Nee. Hey, ik onderzoek mogelijkheden voor een komische serie. Ja, ik lach me zuf. Ja. Ja. Nou, kom op, wegwezen. Ja, straks komen ze hier nog achterna ook. Hey. Jongen, jongen. Hey, man, blijf dan een keer staan. Ik word dood zenuwen van het ijsbeer. En nog één verkeerde beweging en ik schiet u dwars door uw hoofd. Zo, Ben. Hey, man. Pistool maar aan mij, Ben. Ja, zo. En wat krijg ik je daarvoor? Nou, ik schak toch al gauw een weekje huisarrest, Ben. Dat vind ik dan lullig, hè? Wat? Jullie weten net zo goed als ik dat ik geen huis heb. Ja. Wat moeten mensen in dit land in godsnaam doen om een beetje fatsoenlijk in de cel te komen? Ja. Wat? Mag ik weg? Ja, rood jij maar op. Dank u wel. Ja, 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 ja. Als je mij dat nou op de man afvraagt, Ben, hoe krijgen we jou de cel in? Misschien door het slaan van een ambtenaar in functie? Au! Au! Je hebt een goeie, hè? Oh, die zat erop, zeg. Dat moet zitten, Ben. Ik heb hem! Ik ben binnen! Virus, ik ben binnen! Eén dag. Eén dag? Voel je me helemaal lekker bij je volle verstand? Ik bedoel, ik sloeg je loeihard! Ja, veel is niet veel hoor. Hé, moet je nu nog eentje? Nee. Nou, het staat ervoor. Eén dag, wat is nou één dag? Dat is amper drie keer fatsoenlijk eten. Nou, ik ben het er niet mee eens. Maar ik gaf ze mezelf tot straks nog van mijn tijd af ook. Eén dag. Belachelijk, maar we hebben het er nog over hoor. We hebben het er nog over. Hoe was het nou ook weer? Heupen? Pols? Het is een combinatie van pols, heupen, concentratie en brains. Mevrouw Mulder, daar gaan we. Roll! Ah! Oeh! Ik ben helemaal gek, Ben. Wie steekt er nou zo'n matras in de fik? Nou, iemand die één dag zit er te weinig in. En het is brandstift, dus ik heb nou recht op een half jaar. Ik krijg helemaal niks, Ben. En ik heb je keihard geslagen. Oh. Zo wel. Doorlopen. Hey, geef me dat TBR. Wat hebben we hier niet, Ben? Ik ben toch ook een mens. Ik maak een slag. Ik ben de dupe. Ik kan het een tussenschool. Ben, je bent een beetje oud voor me. Opvoedingsgesticht met zijn knijpertjes maken. Ben, donder nou eens op. Ik ben de adem van de mensen. Stap gek van die man. Ja. Ik heb is het nou wat? Zie je nou? Is een serie van helemaal niks dit. Nou, wie slaat hem nou op, die man? Ja. Ja. Het is mijn schuld natuurlijk weer. Nee, het is mijn schuld. Nee. Zeg het dan. Zeg het dan dat het mijn schuld is. Hé, wees dan een kerel. Zeg dan, het is jouw schuld. Zeg het dan. Hé? Juist. Wat nou? Gelijk te doen. Nee. Denk daar nog eens over de nudiste kant na. Ik ga gewoon in de derde wereld de kerstboom te laten gaan. De hele ministerraad die kent mij, hoor. De hele ministerraad die kent mij.